Dus welkom bij deze sneeuwmysterie. Waarin we vandaag in zijn eentje om het sneeuwmysterie te vervolgen. Helemaal in het donker. We zijn dus nou hier en er waren wat voetsporen op de gang te zien. Ik heb er dus totaal geen zin in om daar in mijn eentje. Dat vind ik doodeng. Ik vind het echt doodeng om daar alleen te zitten. Maar dit vind ik echt doodeng. Dit is ook echt dood en doodeng. Dit vind ik gewoon echt niet cool. Maar dan ook echt helemaal niet cool. Het is helemaal niet cool. Ik kan je zeggen, dit is echt slecht. Oké. Er is dus mogelijk wat aan de hand blijkbaar. Dus het is dus van de segment plaats. Ik hoor wat. Goed, ik ga nu hier reageren. Ik hoor wat. Naar de diegang. Oké, er is dus wat nodig. Mochten wij nou in een verkeerde situatie komen, dan zijn we er altijd om te helpen. Dan weet ik het zeker, dan is ik. Gezondheid, man. Een beetje, maar goed. We gaan dan nu even kijken. Oh my god, dit is echt niet cool. Echt dat genies. Ik heb het echt koud, man. Dit is echt niet oké. Okay. Dit is echt niet oké. Okay. Okay, het is dus. Zenuwen te blazen en ik voel de hele tijd dat er wat aan de hand is. Er staat er een briefje op, ik weet niet wat er staat op dat briefje, maar is wat aan de hand met dat briefje, dat weet ik zeker. Ik weet niet wat dat betekent, dat briefje. Er moet wat voor zijn, wat denk je? Staat er wat op dat briefje, ik weet het niet. Goed, kijk eens. Ik wil Mario zich druk laten maken om de sneeuw. Oh, Mario, hoe is dat nou met je gaan? Ja, dat vraag ik me ook af hoe het met Mario zou gaan. Maar Mario maakt zich vooral niet druk om het feit dat wij gewoon lekker gaan pitten. Mario, succes jongen en veel succes. En succes in de sneeuw, mooi. Oké. We gaan dus een beetje op onderzoek uit. Oké. Er was een geheimzinnige berg waar ik in moest. Ah, dat is daar. Daar is die berg. Daar is die berg. Oké. Okay. Dan staat er wat op. Volgens de geruchten zou hier een beest moeten ronddwalen. Maar ik vind het vooral niet chill, man. Ik vind het vooral niet chill. Ik voel wat. Ik voel wat. Ik voel wat. Ik heb het idee dat ik de hele tijd die voetstap hoor op de gang. Zijn dus, we zitten dus nu hier en mensen, dit is dus om van de zenuwen te blazen. En één, ik had zo gehoopt dat het Wario zou zijn die vanavond een leeuw is. Of dat Waluigi vanavond een leeuw is. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Fuck yeah. Dit is echt niet chill. Echt niet chill. Echt helemaal niet chill. Ik zeg het je mensen, dit is echt vervelend. Stel als ik daar nou zou zitten, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het echt helemaal niet meer.
aan moet doen. Wat ook voor schade je hebt aangericht. Het is dus sowieso niet chill dit. Oké, kijk eens, dit is dus... Dit is dus niet... Ja. Ik maak me vooral druk. Heb je wat gevonden in die berg? Ik heb niks gevonden wat vergelijkt met die berg is. Maar er moet wat op die berg zijn. Maar wat het is, ja. Ik denk dat er sowieso wolven verschijnen. We gaan op onderzoek uit. En wat nou als je gelijk hebt? Helemaal karma. Je wordt gewoon helemaal karma en helemaal gek. Als nou een van ons het... Fuck yeah. Oh my god. Dit is echt. What the fuck. Dit is echt niet cool. Ik kan je zeggen, niet chill. Ik sta de hele tijd maar hier en er gebeurt ook helemaal niks. Ik hoor wat. Hé, we zijn dus nou hier en ik zit vast, man. Ik weet het niet, ik zit vast. Ik zit vast in die sneeuw. Ik kom hier niet meer verder. Denk ik. Ik zit echt vast in die sneeuw. Kut. Hoe nu verder? Ik zit vast in de sneeuw. Ik kan gewoon geen kant uit. Ah, ik ben vrij. Eindelijk. Het duurde even, maar ik ben vrij. Nou. Kutkop. Yo, Wario. Hey, hallo. Hoe is de boy? Heel goed. Echt spannend. Het was echt fucking spanning. Hoor je wat gebonken, ja. Ik hoorde echt wat gebonk. Dat gebonk en dat geschilderd was. Ik zat vast met mijn voeten aan de sneeuw. Maar gelukkig heb ik dit weer overleefd. Dus waren dus gelukt om tot 10, 9 minuten lang vol te houden. Maar wie zal er in de volgende aflevering aan het woord worden gekozen? Dat zien jullie morgen.